Yo, Nintendo fans! Super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Nexomon. En ik vond het ook hartstikke leuk om te zien dat jullie zo hard gingen op de eerste aflevering van Nexomon. Jullie hebben die duimpjes omhoog gedaan. In de comments heb ik gelezen dat jullie het vet vinden. En dat vind ik super leuk, want ik vind het tot nu toe ook echt een hele fijne game. We zijn hier nu weer terug. En ik heb sommige teammembers zo'n Synergy Core gegeven. Dat houdt in dat zij ook XP krijgen. Bijvoorbeeld deze Stinger, want ik vind het een baas. Laten we die gewoon keihard gaan levelen. Hoppakee, nog een core voor hem. En hier zien we een of andere marksman. Ik ga nog even wat Nexotrappies kopen, want we hebben al 9 Nexomon gevangen. Ja, dus mijn Nexotrappies die waren al bijna op. Oké, let's go. Oh, wacht, hier ligt nog wat. Wat is dit? Monies! Waar moest ik ook weer naartoe? Moest ik weer hierin? Ja, blijkbaar wel, want hier staan er allemaal mannekies en vrouwkies. Onder andere Nora, die zegt Rick, hier naartoe. Jullie zijn niet opgegeten door de draak, hè? Kokosanger, wat is dat voor vraag? Kom op, we gaan met z'n allen verzamelen op de bovenste etage. Ze zegt gewoon van... Hé, hey Rick, kom even. Want je bent toch niet opgegeten door een draak, dus let's go. Lekkere begroeting dit. Oké, Nora, ik ben er. Niet opgegeten door de draak. Een draak, wat betekent dit, Amelie? En Nora zegt, nou, moet de guild niet gewoon alle draken in de gaten houden of zo? Is het niet jouw verantwoording? En Ross zegt ook, ja man, ik had wel opgegeten kunnen worden. En Coco zegt, zou dat niet tragisch zijn? Coco is nu al mijn favoriete personage. Amelie die zegt, draken die vallen mensen niet aan. Er is maar één uitleg hiervoor. Er moet een tyrant in de buurt zijn. What? Een tyrant? En wie is dit? Hé, deze heb ik gezien toch? In een soort van die underworld, die andere wereld. Daar was zij ook. Hallo. Voelt iedereen zich goed? Dit is Dina blijkbaar. En Dina is te laat. Dina zegt ook, ja, een tyrant. Dat moet het wel zijn. Draken zijn zo geprogrammeerd dat ze tyrants gaan hunten. Dat is hoe het werkt. Dus draken, die zijn in de buurt van tyrants. Want draken vallen tyrants aan. En als hier een draak is, of een tyrant, dan is dit weeshuis niet meer veilig. We moeten weg. De kinderen moeten naar de stad. En ik ga die tyrant zoeken, zegt Dina. Hij zal vast niet ver weg zijn. Oké, Dina. Nou, succes ermee. Je ziet eruit als een bazin. Dus let's go. Oh, crap. Ja, kijk. Oh, man. Dit is weer die andere wereld. En alleen ik zie deze wereld of zo. Dina zegt, hou je back, Rickachu. Ik denk dat je veel vragen hebt, maar nu is de tijd daar niet voor. Je moet me vertrouwen. Ons lot is met elkaar verbonden. En daar gaat ze weer. Nou, oké. Ja, ik vind Dina wel een tof karakter op zich. En Koker die zegt, Rick, sta je te trillen? Dat was Dina, een van de hoogst gerankte tamers die er bestaan. Als je hard genoeg werkt, dan zal je ook ooit een Grandmaster worden. Een Grandmaster in Nexomon training. Dat lijkt me vet. Je zal al in de war zijn, maar de prioriteit is om jullie veilig naar de stad te brengen en Ross begint te springen. Finally, eindelijk. Ik kan mijn spullen in gaan pakken. Yay! Nora zegt, wacht op mij. En Amelie die zegt, nou, ik ben buiten. Een beetje haast maken, vrienden. Oké, dag. De mentor die zegt, de dag is eindelijk gekomen. Je wordt een echte tamer. Nu begint het pas echt dit spel. Het zijn donkere tijden. En Coco die vraagt van, ja, wat is nou de deal met Tyrants and Dragons? Wat is het allemaal? Moeten we ons daar nu nog niet mee bezighouden, zegt deze mentor. Oké, nou, Coco en ik die gaan even weer op pad. Oké, dag kinderen. Gaan die andere kinderen niet mee? Een soort van, die andere kinderen die worden toch geen tamers. Dus dat boeit niet. Doei, blijf jij lekker daar zo lekker de vloer schrobben. Er zijn draken en tyrants, maar boeit niet, want jij wordt toch geen tamer. Dus daar ga maar dood of zo. Wat? Zijn ze echt zo? Mogen alleen wij vieren mee? En Ross die rent alweer weg. Die zegt, ja, ik weet wel hoe ik de stad moet bereiken. En Emily zegt, nee, er is een tyrant in de buurt. En Ross zegt, ik weet niet eens wat een tyrant is, dus boeien. Ik ben niet bang, ik ben niet zoals Rickachu. Hey, dude, ik heb net tegen een draak gevochten, hè. Met een level 5 Nexomon in de vorige aflevering. Doe een duimpje omhoog als je dat vet vindt. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En Emily die gaat erachteraan. Nora rent daar dan weer achteraan. Want volgens mij is Nora een beetje verliefd op Ross. What, Stinger? Ik ga vluchten. Want Stinger is een vuur. En ik ben plant. En vuur verbrandt plant. Dat is Pokémon-logica die we nog kennen. Hallo. Gaan wij battelen? Je hebt Nexomon, toch? Daar of niet? Dan mag ik tegen jou vechten. En als ik win, dan geef je mij je geld, eikel. Wait, no. That doesn't make any sense, zegt Coco. Hier flash je ze gewoon Pokémon. Pokémon, hè? Hier zitten ze gewoon Pokémon in de maling te nemen met deze grappies. Kloddy, hou eens oppie. Laat me je bullet seeden. Oh, wat? Ze wisselen van Pokémon. Oké, ik ga jou ook bullet seeden. Oh, snap. Ik heb een critical hit op mijn bakkers. Maak hem kapot. Lekker. En deze ook. Maak deze ook even kapot dan.
Hoppakee. Lekker bezig. Nou, geef me jouw geld. En je ziet het. Ik heb Stinger en Woozie items gegeven. Waardoor ze nu ook XP krijgen. Dus dat is super chill. Ik wil Stinger ook gaan levelen. Want Stinger vind ik een baas. En hoe heb ik verloren? Ze snapt het niet. Oké, ik ga met Stinger vechten, jongens. Let's go. Stinger tegen Ruby. Oef. Oef. Ga voor double slash. Nog een keer. Oh gosh. Oh, hij wordt genakt. Kan ik hem nog slopen? Nee, hij heeft 1 HP over. Oké, geef hem even een potion. Hij moet niet nu gelijk kapot gaan in zijn eerste battle. Maar deze gasten, die Rubies, die zijn best wel heftig, joh. Die Rubies zijn best wel goed volgens mij. Kijk, hij maakt me gewoon bijna weer kapot, joh. Lekker gedaan, Stingertje. Stingertje gaat de level omhoog. Oké, het is tijd om dit ding te slaan. Want nu krijgen we al onze HP weer terug. Nu zijn we weer vol. Hier even wat item piece. Lekker, 20 muntjes. Hoppakee. En een Nexo Trappy. Oké, we moeten even deze brug over. Ik ben hier naartoe gekomen vanaf Laternia om een specifieke Nexomon te winnen. Maar ik heb nog geen geluk gehad. Ik krijg een heel zeldzaam item. Als ik een Cruff kan geven aan haar. Maar ik heb geen Cruff. Daar krijg ik een Golden Nexo Trap voor. Ja, ik wil wel, maar ik heb hem nog niet. Ik ga even een Cruffie voor jou vangen, ja? Wat staan jullie hier nou te touwtjes springen, joh? Sporen jullie niet? Hallo, Amelie. We moeten naar het noorden. Daar is de guild. Oké, we gaan... ik kom straks achter je aan, ja? Ik ga eerst even chillen hier, ja? Ik wil eerst even een Nexomonnetje vangen. Oh, Ribombo. Oh, die ziet er ook wel vet uit. Maar die gaan mij sowieso ook slopen, denk ik. Dit is gewoon een of andere vuurkikker, jongen. Ik wil jou sowieso vangen. Ik vind jou vet. Ook al heb ik al een vuur Nexomon, maakt niet uit. Tot nu toe zijn de vuur Nexomon wel echt het vetste volgens mij. X-A-X-B-B-X-I-A. Hoppa. Mag ik Ribombo vangen? Lekker. Oké, okay, Ribombo, je komt voorlopig wel even in mijn teampie. En dan kom je in plaats van Dinja. Ik weet niet. Ik denk niet dat Dinja heel goed is. So, let's go. Oké, wat hebben we hier nog meer? Oh, dit is Griff. Die is wel vet. Oeh, hij doet me ook pijn, jongen. Als een malle. Oh, nee. Nee, Mara is kapot. Nee. Hoe dan? Oké, okay, please vang deze. Go, 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 vang hem. Nee. Oké. Okay. Oké, okay, oh, maar je gaat met Grubby ook gelijk slopen. Deze is sterk, jongen. Of misschien komt het omdat hij gewoon al een hoog level is. Hij is level 6. Ja, ik heb hem. Deze is super cool, Griff. Oké, okay, die komt sowieso in plaats van Calfter. Want Calfter is maar level 3. Zo, oké. Okay. Griff zit in het teampie. Je kan zo snel heel veel Nexomon vangen. Hè? Dat is echt cool. Maar ik heb healing nodig. Kan ik hier healen? Nee, ik mag er niet naartoe. Wat is dit voor enghuis trouwens? Kan ik hier healen? 3 Nexotraps. Ik heb echt healing nodig. Ah, kijk, we zijn in de stad. Ik kan hier hopelijk wel healen, toch? Dit is Param. Het is veel groter dan ik dacht. Ross zegt, wow, er zijn hier zoveel tamers. Dit is echt een coole plek. Ja, ik wil alleen maar weten waar ik kan healen. Oké, wat kunnen we hier allemaal doen dan? Holy moly. De hoofdstad van Param is dit. Oh nee, dit heet gewoon Param. De hoofdstad genaamd Param. De ultieme bastion van het menselijke mensheid of zo. Ah, kijk, hier kunnen we healen. Een healing center. Gewoon Pokémon Center. Precies hetzelfde. En dit is de markt of zo? Ja, dit is de markt. Daar kunnen we items kopen. En daar is de airship hangar. Dan kan je naar de plek waar de draken zijn. Ja, maar ik denk niet dat we daar nu al naartoe moeten, toch? En daar is het onderzoekscentrum. En daar kunnen je Nexomon beter worden of zo? Oké, eerst healen. Hallo. Het ziet er zelfs uit als een Pokémon Center, joh. En in de computer staan ook alle Nexomon die ik al heb gevangen, maar niet meer gebruik. Maar we moeten naar boven, naar het noord. Want nu kunnen we echte tamers worden. En dat doen we hier ergens boven. De Tamers Guild. Hallo mensjes. Ross die zegt, het is druk hier. Ja, anders hadden we ook geen kans om tegen Tyrants te vechten, zegt Nora. En Ross zegt, ik weet nog steeds niet wat een Tyrant is. We moeten ons badges gaan halen. Let's go. Ross natuurlijk weer voorop. Meneertje ongeduld. Hallo mevrouw. Welkom in de guild. Ik ben de administrator. Laten we kijken. Iedereen die Nexomon heeft, mag een bronzen temmer worden. We hebben lage standards. Alsjeblieft, hier heb je je badge. Gefeliciteerd. En nu zijn we gewoon een temmer. Is het zo simpel? Woehoe! Yeah! Koko die zegt, Rikachu, wat doe je? Er zijn mensen aan het staren naar jou. Kom terug, alsjeblieft. Oké, ik ben er weer, jongens. Ik ben er weer. Rustig maar. En het mevrouwtje achter de balie zegt ook, Rik, doe dat alsjeblieft nooit meer. Anyway, ik heb voor jullie allemaal een taak. Bronzen temmers, die krijgen allemaal een makkelijke taak. En als je hard werkt, krijg je een zilveren badge of een gouden badge. Maar dit is je eerste taak. Nou, vertel maar, mevrouwtje. Hoi, Rikachu. Amelie zal je laten zien wat je eerste taak is. Oké, okay, cool. We gaan naar de meeting room. Hallo. Wie ben jij dan? Hey, wie zijn deze losers, zegt zij. Wat? Pardon?
Pardon? Wie noem jij loser? Ik bedoel, dit zijn Tamers, Rikachu en Coco. Zij zullen je helpen bij je werk. En zij zegt, best serieus. Ze hebben net 5 minuten geleden een badge gehad. Coco die zegt, ja, ze heeft wel een punt. Het hele meer is bevroren. Er zijn allemaal konijnen, Nexomon. Geef me niet iemand die je net hebt aangenomen. Maar Amelie die zegt, nee. Je moet Rikachu vertrouwen. En Videl zegt, want zo heet zij. Oké. Ik zal het proberen. Maar zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Kom naar me toe buiten de stad. En een beetje snel. Dat was de Nexomon Miner, zegt Amelie. Er zijn allemaal vijandige Nexomon omtrent het meer. Dat is normaal niet zo. En wij moeten gewoon haar helpen. Wij moeten de Nexomon voor haar gaan bevechten. Ja, en misschien vangen we nog wel wat nieuwe Nexomonnetjes ook. Maar eerst even de battle. Even een nieuwe battle. Let's go. Ik heb er zin in. We moeten tegen Jumo. Jumo is level 7. En Jumo ziet er ook uit als een probleem. Oké, Jumo. Let's go. Maak hem kapot. Hoppakee. Jumbo is weg. En de volgende is C. En ik denk dat C wel meer een probleem is. Want dat is een vliegende Nexomon. En normaal gesproken is dat super effectief tegen gras. Tot nu toe valt het mee wat zij doet. Ja, het is wel effectief. Maar ze is 2 levels lager. Dus misschien gaat het alsnog lukken. Ja, het gaat alsnog lukken. Lekker. Goed gedaan, Mara. En Mara gaat gelijk lekker een level 10 omhoog naar level 8. En dat hebben we ook wel nodig. Ik heb het gevoel dat ik nog niet heel erg sterk ben namelijk. En vooral mijn andere Nexomons zijn allemaal nog niet sterk. Yo, hallo Videl. Is je party gehield? Heb je items? Ah, het voelt alsof ik jou ga escorteren. Nou, we gaan joh. We gaan. Let's go. We gaan naar het meer. Sad face. Ik ga denk ik ook even een synergy core geven aan Griff. En dan krijgt Griff ook gewoon XP als we enemies verslaan. Griff lijkt me namelijk wel een goede Nexomon. Ja, kijk, er staat in ieder geval een gast daar die me kan healen. Dit zijn de Outlands. En we moeten daar naar beneden, denk ik. En ja, daar zijn allemaal andere tamers die we moeten gaan bevechten. Ik hoop dat we hier vette nieuwe Nexomonnetjes gaan vangen. Ik wil sowieso die ene waterdraak of zo. Huh? Hallo? Oh, ze is al helemaal daar. Ik moet jou toch escorteren. Hoe ben jij nu daar al? Ja, Coco zegt ook, hoe ben je zo snel? En het meer is hier naar beneden. Oké, ik kom eraan. Chill. Oké, jij hebt ook voor mij iets te doen. Heb je ooit gehoord over elemental whistles? Jij wil me een waterwissel verkopen? Nou, ik heb nog niet zoveel geld, dus laat hem maar even zitten. Wat is dit trouwens, jongens? We kunnen hier allerlei shit vinden. Glaze cake, muntjes. Hier ligt nog een pincho. Is dit zo'n automaat waar ik ook mijn andere Nexomon uit kan halen? Ja, kijk. Ja, dit is zo'n automaat. Oké, cool. Dat is super chill. Oké, jij hebt ook nog een taak voor mij? Er is een kindje kwijt. Nou, helemaal top. Als wij een kindje vinden, dan zullen we hem terugsturen, ja? Oké. Let's go, battle! Hoppa, ik dacht dat Mara... Ah, nee, ik dacht dat Mara een level omhoog was. Nee! Oké, hopelijk gaat dit lukken. Ja, wij hebben een critical hit. Hij mist. Hoppakee. Oh, maar dit doet wel pijn, jongens. Dit doet wel pijn. Pak hem! We moeten nu tegen een Candly. Ja, Mara gaat sowieso kapot nu. Dit gaat Mara nooit overleven. Nee, dat dacht ik al. Oh, nee. Gelukkig doen we geen Nuzlocke Challenge. Oh my gosh. Griff krijgt klappen. Ja, Griff die krijgt wel hard klappen, jongens. Nee, don't die, man. Oké, Stinger, jij dan? Ik moet tegen een level 9, jongen. Ik ben level 5 of zo. Oh, ik word helemaal kapot gemaakt, joh. Oké, Ribombo, jij dan? Kan jij iets doen? Ja? Lekker, man. Lekker, Ribombo. Oké, ik denk dat ik even moet healen. Ik werd helemaal gesloopt. Mijn Nexomon zijn echt nog niet goed genoeg level. Ik wil wel even kijken of Stinger beter is of Ribombo. Stinger is 11, 4, 5, 9, 7, 10, 4, 11, 6, 8. Ja, dan zou je misschien zeggen dat Ribombo toch wat beter is. Ribombo is ook wat zeldzamer, dat kan je ook zien. Er staat Rarity en Rare. En Stinger is minder rare. Oké, let's go. We hebben hier weer een Griff. Het wordt wel tijd dat Mara even wat nieuwe aanvallen gaat leren. Want ik vind het niet zo leuk dat ik bijna niks kan. Ik heb maar 2 aanvallen. Kom op, Mara. Oh my gosh. Ja, die Griffs die zijn wel sterk, jongen. Hoe zijn die Griffs zo sterk? Kijk dan. Ik word gewoon kapot gemaakt door een Griff. Dit is echt niet cool gewoon. Of was mijn Mara gewoon niet zo goed? Nu gaat Ribombo in ieder geval naar level 6. Pakken we even dit steentje zo. Hoppa. Maken we deze even kapot. En gaan we weer battelen. Wow, die is vet. Dat is een of andere spook Nexomon. Die is wel sick. Die wil ik ook hebben. Die is echt vet. Ghost, die moeten we even onthouden. Hij heet Ghost. Wow, en Lurkost. Wat? Tijd om te healen, jongens. Dit is wel echt... Die vind ik wel echt ziek, jongen. Ik vind die andere eigenlijk toffer.
Nee, ik mis mijn aanval. Oké, misschien kan ik dit ribombo laten doen. Ah, ja, ja. Dat zou wel eens kunnen lukken dit, jongens. Kijk, want deze zijn not very effective. Oh, maar mijn aanval is ook not very effective. Misschien als ik flame doe. Ja, flame is critical. Dus deze zijn super effective tegen ghost. Vuur is goed tegen spookies. Nice. Ja, die bombo gaat gelijk naar level 7. Hey, ik begin wel fan te worden van die bombo. Oké, en wie heb jij? Oh, Lumbi. Nee, dit ziet er nu al niet goed uit. Sowieso word ik genakt door die Lumbi. Kom op, die bombo. Pak hem. Dit is ook wel een vette. Dit is Basil. Een soort van draak, maar het is wel een normal typie. Pak hem. Jij bent bijna die bombo. Lekker. Ja! Oh, ik ben echt fan van die bombo. Die bombo is de shit. Nu moet ik wel even wisselen, denk ik. Laten we wisselen voor Griff. Oh man, maar Griff wordt bijna in één keer kapot gemaakt. Ik dacht dat Griff zo goed was, maar dat valt echt tegen. Hij is wel sterk, maar zijn defense is wat laag. Wacht even, wacht even. Oh nee, ik heb hem bijna. Wacht, hij kan dit, jongens. Hij kan dit. Ik heb hem even een potion gegeven. Pak hem! Hoppakee! Oké, Griff is misschien toch wel goed. Laat even weten in de comments wie jullie tot nu toe het vetste vinden in mijn team. Wie denken jullie dat de beste Nexomon gaat worden? Ik heb bij deze gast net een Protection Core gekocht. En dat kan wel nice zijn voor Griff. Want Griff heeft niet zo'n hoge defense. En hiermee gaat zijn defense dus met 4% omhoog. Dus dan maken we Griff nog even een klein beetje beter. Kan ik hierin? Nee, helaas. Oké, we moeten naar het meer. We zijn bijna beneden aangekomen. Ik ben toch nog wel even nieuwsgierig. Nee, weer een Griff. Gun me even een andere Nexomon, jongens. Zit toch niet meer alleen maar Griffies? Kijk, we hebben hier Larkito. Oh, dit is wel nice. Dit is eentje van het vliegende type. Misschien moeten we die ook nog even in het team toevoegen. Want hij is mijn Mara alweer aan het slopen. Ik vind hem wel leuk. Ik vind hem leuk. Kom op, vangen. Ah, nee! Dit is alleen maar zonde van mijn Nexotrappies. Ik heb er al niet zoveel. Ik heb er net ook 3 aan die gozer gegeven. Ja, lekker. We hebben een Larkito. Ja, Larkito moet wel even in het teampie. En dat doen we dan maar in plaats van Ruby, denk ik. Sorry, muis. Later. Oeh, en zij ziet hier zo 2 van deze droepies staan. En de bedoeling is natuurlijk dat we haar gaan beschermen. En Videl zegt, doe geen stap dichterbij, vrienden. Nee, want anders gaan wij haar helpen. Kom op, help haar! Oh, wat? Wat gebeurt er? Nou, we hoeven haar niet echt te helpen, zo te zien. Ik maak stenen kapot voor mijn baan, zegt ze. Ik ga naar het meer toe. Ze kan dit prima alleen, joh. Ze heeft onze hulp geen eens nodig. Kijk, ze liggen. Ah, gotcha. Oh, we moeten nu alle muntjes gaan geven aan hun. Ja, mooi niet, mooi niet. Kom dan. Wat denk jij? Met je eco. Gewoon een ecologische Nexomon. Ik vind het wel een beetje raar. Maar mijn plantaanvallen zijn super effectief tegen electric. Daar moet ik echt aan wennen. Dit is een heel ander schema dan in Pokémon. Ja, nu moet ik dus wel tegen Ribombo. En dat is natuurlijk wel een probleem. Hij mist gelukkig zijn vuurklauw. Want anders dan zouden we dit niet overleven. Ja, nee. Oké. Misschien kan ik Larkito gebruiken. Oh nee, Larkito is blijkbaar ook niet handig. Ah, Larkito. Oh, ik wou net zeggen dat Larkito het wel ging overleven. Maar die heeft toch ook wel moeite? Ja, dan wordt het gewoon Ribombo tegen Ribombo. Wat denk jij? Pak hem! Lekker. Oh, hij heeft er nog één. Een Skeretic. Pak die Skeretic. Lekker. Oeh, maar Skeretic maakt mij ook bijna kapot. Ah! Oké, hopelijk ben ik nu... Nee, ik ben nu paralyzed. Ah! Oké, Griff, deze is voor jou. Maak hem kapot. Ja, jongen. Teamworkie. Sloop hem. Hoppa. Ja, dit heeft mijn teampie wel lekker gedaan, jongens. Iedereen krijgt XP behalve Stinger. Mara gaat naar level 9. Ribombo gaat naar level 8. En Ribombo heeft een nieuwe skill gelid. Fireclaw. Griff gaat naar 7. Ja, dit was wel even lekker, jongens. Lekker voor de XP. Doei, mazzel. Hey, zag je dat? Er kwam zo'n blauwe flits om hun heen. En ik had natuurlijk ook in die andere wereld... Dat zag er ook helemaal blauw uit. Dus ik heb een beetje het gevoel dat zij uit die andere wereld komen. We moeten nog wel een stukje door volgens mij naar het water. Ik pak hier nog even een item. Een experience core nummer 1. Die geven we denk ik even aan Larkito. Dat zijn zeg maar de XP shares van Nexomon. Ik sla even deze steen zodat we allemaal weer healen. En dan sluit ik deze aflevering af, jongens. Ik hoop dat jullie dit nog steeds een leuke serie vinden. Want ik vind het echt een leuke game om te spelen. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!